Boomsieraad terug in het Springenpark. In 2008 maakte in het kader van de uitreiking van de Wilhelmina-ring Maria Rose het kunstwerk Boomsieraad. Het kunstwerk dat bij de plaatsing nogal wat deining veroorzaakte door het gebruik van borsten, billen en dildo's, kreeg een plaatje in het Springenpark. Daar bleef het hangen tot 2017, toen het gestolen werd, waarschijnlijk voor de waarde van het metaal. Gisteren, 2 jaar na de verdwijning, kon de kunstenares Maria Rose, geassisteerd door wethouder Detlef Sizo, een nieuw gemaakte replica in de boom hijsen. Het is gejat en uiteindelijk in het kanaal terechtgekomen. Bij toeval ontdekt. En nu hebben we het kunnen renoveren en eindelijk weer terug kunnen plaatsen hier in het Springenpark. Gaat het helpen dat het ander materiaal is nu? Ik hoop het. Ik hoop het echt. Maar laat ik nou eerlijk zijn. De materiaalwaarde van zo'n kunstwerk is echt een paar tientjes en dan zit ik hoog. Terwijl de ideële waarde en de aanschafkosten vele malen hoger zijn. De wethouder is blij dat het kunstwerk weer op zijn plaats hangt en hoopt dat het er ook blijft hangen. We hebben nu natuurlijk extra maatregelen genomen. Hopen dat het ook blijft hangen. Het zou ontiegelijk lullig zijn als het weer zou verdwijnen. Dat willen we absoluut niet. Maar of wij genoeg maatregelen genomen hebben, ik weet het niet. Mensen worden blijkbaar van een paar tientjes aan oud materiaal bijzonder inventief en kunnen bijzonder veel werk verzetten om dit te jatten. Dit is vorige keer met een auto weggevoerd. Professioneel uit de boom geslepen met de slijptol. Ja, op een gegeven moment kun je ook niet meer. Je kunt niet meer doen als normaal. En ik hoop dat het nu een hele tijd hier in het Springenpark blijft hangen. Als eerbetoon natuurlijk aan de kunstenaar. Maria Rozen heeft een prijs gekregen, de Wilhelmina-ring. En daarvoor hangt het hier. In het Springenpark, ingeklemd tussen de John F. Kennedy-laan en de Springenparklaan, hangt meer kunst. En in de toekomst komen daar nog stukken bij. We hebben net weer een nieuwe Wilhelmina-ring uitgereikt. Heel verrassend wat er gaat komen. We lopen nog eentje achter. Dus ja, de komende jaren komen hier nog veel meer mooie en indrukwekkende kunstwerken te staan. Bewoners aan de Ravenweg roken maandagavond een sterke gaslucht en belden erop de brandweer. Die was snel ter plaatse en constateerde een gaslekkage, mogelijk veroorzaakt door werkzaamheden. Deze werkzaamheden in Apeldoorn-Zuid wordt op dit moment op veel plaatsen glasvezel aangelegd. En mogelijk is er bij deze werkzaamheden iets misgegaan. De brandweer heeft meerdere metingen verricht en gewacht op de komst van netbeheerder Liander, die de leidingen gedicht heeft. Morgenochtend licht bewolkt, in de loop van de middag meer bewolking, regen en een temperatuur van 18 graden. In de avond blijft het regenen en bij een zuidwestelijke wind gaat de temperatuur naar 15 graden. Donderdag licht bewolkt, zo nu en dan de zon en de temperatuur gaat naar 21 graden. Vrijdag in de ochtend kans op een bui, verder licht bewolkt, droog en 19 graden.